Tuinfeest bij de haven, een jaarlijks terugkerend evenement. Met meestal mooi weer. We gaan eens even kijken wat er dit jaar allemaal te doen is. U ziet het, gezellig koffie drinken op het terras. Mevrouw Veldman, u staat achter de afdeling Curiosa. Ja. Zijn er nog bijzondere vondsten gedaan? Nou, ik zou het niet weten. Ik ben niet zo'n kenner, eerlijk gezegd. Je moet onder de voet kijken van de schemerlamp, hè? Ja, of het echt is. Ja, maar dan moet je ook nog weten wat je moet zien dan, hè? Ja. Maar leuk, het is mooi weer, dus... Ik denk best veel succes vandaag. Ja, dankjewel hoor. Ja. Ja, het is... Oliebollenbakken in de zomer. Worden er veel verkocht, mevrouw? Wij zijn los vanavond. Voor het goede doel zijn we los. Zo. En hoeveel zijn we er dan? De kok en de keuken zeiden we moesten er 3000 wegbakken. 3000? Dat is me nogal wat. Dat is me nogal wat. Ik weet niet hoeveel emmers ik nog krijg hoor. Zou een beetje overdreven weten. Ja, maar ik ben hier de spakenbeurder, dus, hè? Had je nog een deurschep gedaan? Ja, Nicola, ja. Ik ben de grappelvrouw voor de haven, voor het goede doel, voor de verwendweek. Ik hoop dat er heel veel kindjes in mijn grabbelzak... Oh, dat zijn grabbelzakken. Grabbelzakken. Wat is het allemaal? Nou, er zitten hele leuke spulletjes in. Ja, en heeft u hem zelf gemaakt? Nee, ik heb hem niet zelf gemaakt. Hij is van de haven, maar ze hadden altijd een grabbelvrouw. Maar helaas was ze er niet meer, dus ik heb mij aangeboden voor de grabbelvrouw. Wat leuk! Maar en wat moeten ze betalen om te kunnen grabbelen? 50 eurocent. 50 eurocent. Ja. En dan mogen ze zelf uitzoeken. Ik heb meestal veel kindjes gehad. Ja. Die gelukkig waren. Nu al. Ja. Oh, wat leuk! Ja. Ik had helemaal niet door dat de grabbelrok was. Nee, de grabbelrok. De grabbelrok. Moet er eigenlijk iets op? Een spel, de grabbelrok? Nee, er moet hier een stikkertje op. Ja. Maar die is er nog niet. Oh, dat moet er komen. Ja. Juist. Vesten op de paling, ook hier op de markt. Jacob en Jan, heb ik gezien op de auto. Ja, dat klopt. Hoeveel gaat u er roken vandaag? Nou, ik weet niet of we die allemaal kwijtraken hoor, maar we hebben ongeveer 200 ton palen bij ons, vers. En dat is ongeveer een 140, 145 ton grote paling. Maar ik denk niet dat het allemaal weggaat. Nee, hoor. Nee. Ik zag tenminste al wel veel belangstelling al. Ja, klopt. Het is nog maar 10:30, dus het belooft toch nog wat voor vandaag. Meer. Ja, we bakken ze weer bruin, hè? Kibbelingetjes. Ja, super.